deze nieuwe video van Polestar. We nemen jullie mee naar de winkel. Mij is dat kijken voor een mondmasker. Dat vind ik eigenlijk nog het lastigste. Mondmasker te vinden eigenlijk. Dus dat pakken al. We moeten naar de benen ook en zo van die dingen allemaal. Dus we willen gewoon mee pakken. Eerst gaan we naar de supermarkt. Zo. Daar zit dat pakje er. In. Yes. En zo'n pakje kan je natuurlijk de benen naar buiten. Dat moet je wel niet pakken natuurlijk. Het is wel koud buiten, dat wel. Zo. Dus ik zit met water. Zo. Ah, ik zit in de kar. Zo, we zien. Zo. Dania, voor kassa 4, alstublieft. Ik wil het ophaven, niet te filmen. Ik wil het heel mag zijn. Echt erin. Gaan we de andere kant leegmaken. Dat is het een beetje, zoals ik heb dat je een beetje gezien hebt. De fiets staat ook niet echt stabiel, dus dat is echt heel moeilijk om met de fiets alles mee te pakken. Dus als ik daarmee rijd, dan gaat dat. Als we doen, dan is het al lang vallen natuurlijk. Maar het is echt niet,
gemakkelijk om met die fiets te rijden als hij zo vol zit. Dat is echt een heel moeilijk ding. De grijzenbak moet zijn naar buiten, ga ik straks naar buiten pakken. Maar je ziet, dat is wat ik heb gekocht. Dus het is niet gemakkelijk. Ik ben bij de beenhouder geweest. Ik heb een kap gekocht wat de begeleider gevraagd had om te gaan kopen. Want die gaat samen met mij morgen koken, dus ik heb dat dan gaan halen. Maar het is wel vrij koud buiten, dus ja, vooral als je dan een van de handschoenen kwijt bent, is dat niet gemakkelijk natuurlijk. Dus nu moet ik alles naar binnen dragen, dat is ook nog zo wat. Maar dat gaat wel lukken. Dan moet ik eens kijken of de grijze pak vol genoeg zit om buiten te doen. En als die vol genoeg zit, kan ik die buiten zetten. Dan neem ik jullie gewoon mee om die buiten te zetten. Je ziet, de stroom is uitgevallen namelijk. Er is geen stroom, dus er is niks. Totaal niet, het is wat we zien. Dat is het momenteel. Dus het is echt kei donker. Elke keer was er nog van, oh ja. En ik was zo, ja, dat is hier ook zo. Dus het is echt heel donker. En dat heeft wel een beetje ja, zijn gevolgen natuurlijk. Dat ik heb heel veel schrik van donkeren. Ik heb heel veel schrik van donkeren. Ik doe mijn broek als donker is. Dus voor mij is het wel even zien dat het sap licht wordt. Als vanaf het licht brandt, kan ik een pak buiten. Want die moet ik nog buiten zetten. Maar ja, dit is momenteel de toestand dat het nu is. Ik heb ook nu eten trouwens. Dus ja, meer kunnen we niet doen. Ik hoop dat je mij een beetje ziet. Dus ik mag me wel... Dus ja, veel kunnen we niet doen. Maar dit is momenteel de zaak. De stroom is er aan, dat je kan zien. Ik ben wel blij, want ik heb wel wat schrik in het donker. Geef ik eerlijk toe. Dus ik ben wel blij dat de stroom terug is. We gaan nu de grijze bak buiten, wat dan moet ook gebeuren. Die moest eigenlijk al buiten staan. Maar ja, omdat die stroom uitgevallen is, is dat niet gelukt. Dus wij gaan nu in goede vertrouwen proberen die bak buiten. Ik hoop dat de stroom dan niet meer terug uitvallen. Dus het is te hopen dat alles zo een beetje blijft wat het nu is. Want leuk is anders natuurlijk. Hè. Echt niet plezant. Dat was schrik van me. Maar gelukkig brandt nu alles terug normaal. Dus dat is wel één ding. Nu nog de bak buiten zetten. Vond je dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.